Right. But I mean, who can see, we have a picture of that. No, no, no. That's people. En we gaan de deur ook even dicht. Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beter vrij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief. Mijn hele leven is veel meer dan houden van. Is alsof je in je zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam. Ik heb je lief. En al maak je dat een beetje koud, ik heb je lief, 4 jaar tijd lang. Voel het heel vaak als je opstaat, of na een zomerse bui. Ik word al week vrij de gedachte, jij die loopt in mijn lievelingsstraat. Is mijn hand die jij plots vastpakt, als ik kom naast jouw fiets. Om toch ondanks dat ik heb, zelfs nog helemaal niets. Wat een gezelligheid hier aan tafel met alle kinderen erbij. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom Dennis en Sanne. Dankjewel. Ja, vandaag is jullie dag. Heb je lang naar uitgekeken. Goed over nagedacht. Tot in detail, mag ik wel zeggen. En ja, zo ziet het eruit. Dit is de dag geworden. Ik hoop dat jullie heel erg gaan genieten. Ik hoop dat jullie relaxed zijn. Jawel. Een soort van. Ja, soort van. En ik hoop dat ik jullie niet zenuwachtiger maak als je al weet. Dus ga lekker achterover zitten en probeer te genieten van alles wat ik ga vertellen. Hartelijk welkom, natuurlijk vader, zeg ik Barry of Barry? Barry, hè? Barry, hè? Ja. Vader Barry en moeder Alice. Hartelijk welkom in deze, op deze bijzondere dag voor jullie zeker ook, hè? In gedachten is bij ons moeder Fonny. Wellicht kijkt ze met ons mee over ons schouder en ziet dat jullie gewoon ontzettend gelukkig zijn en een mooi gezin gevormd hebben. Bijzonder welkom ook Patrick en Erlanda. Jullie moeten mij natuurlijk even helpen, ik weet niet precies waar jullie zitten. Hartelijk welkom. Nelsy en Herman, bijzonder welkom. En ja, dat kan ik wel zien natuurlijk. En Jason en Fleur, bijzonder welkom. Ik ga jullie niet allemaal opnoemen hoor, maar even de mensen die heel dichtbij zijn. Nou, Chris, Casper, Roos en Stijn natuurlijk, hartstikke welkom allemaal. En natuurlijk twee hele belangrijke mensen hier ook aanwezig. Robin en Milan. Robin. Gek op voetbal, dit is Robin, hè? Ja, Robin, dat is goed. Gek op voetbal, je staat spits. Nou, dat kan natuurlijk niet anders in zo'n familie dat jij gek op voetbal bent. Want dat vind je heel erg leuk, alles met voetbal. Daar ben je gek op, om naar te kijken en gamen, alles wat met voetbal te maken heeft. En het lastige in de familie Silleman, begreep ik, is dat Dennis, papa Dennis, voor PSV is. En Sanne is voor Feyenoord en Robin voor Ajax. En Milan. En ik ook. Nee, maar het wordt echt... Ik ben blij dat ik er geen verstand van heb. Maar ik kan wel voorstellen dat het heel erg veel spanning een beetje zo oplevert.
En als er een wedstrijd is, dan hebben jullie wel een afspraakje met elkaar gemaakt, hè? Als het is, klopt dat? Ja, maar ik hou me niet aan. Oh. Oké. Nee, want de afspraak is namelijk in dit gezin dat als er twee, zal maar zeggen, conflicterende partijen met elkaar spelen, dat degene waar je dan voor bent, dan ga je niet heel hard juichen, want dat is voor de ander niet leuk. Hè? Dus dat zijn een beetje, dat vind ik een goede afspraak eigenlijk, hè? Dus, nou goed, niemand mag te hard juichen en dat, nou anders komt er ruzie en dat willen jullie voorkomen. Dat heb je netjes opgelost. Nou, op school gaat het ook heel lekker met jou, heb ik begrepen. Want ik hoor dat je heel hard werkt en je hebt ook een hele goede vriend, Olly. Ja. En dat is, zit die hier ook daar, of niet? Daar. Oh, die is ook, ja. Dat begreep ik en samen met Olly doe je ook heel veel, ga je ook veel voetballen. En het leuke is dat jullie moeders ook vriendinnen zijn. Maar er is nog iets wat jij leuk vindt en dat is dansles. En je hebt zelf al een paar lessen gehad, begreep ik. En nu wil je heel graag dat papa en mama dat ook gaan leren. Hè? Jij wil het ze eigenlijk ook leren. Ja. Ik weet niet of het al een beetje gelukt is. Ze willen niet. Ze willen het. Nou, dan hebben we nu een verrassing. Dan gaan we nu even de muziek. Nee, maar dat, je moet ze gewoon een beetje aanmoedigen. Misschien vanavond of zo, dat ze nog wat gaan doen. Heb ik geen zin in. Geen zin in. Nou, dan moet je het ook lekker laten gaan. Nou, Milan. Ja, jij bent natuurlijk ook een hele belangrijke man vandaag, hè? Want dat is niet zomaar wat, dat je papa en mama gaan trouwen. En ik begreep, jij bent ook heel gek op voetbal. Ja. Dat kan ook niet uitblijven. Maar papa en mama zeggen, dat vind ik nou wel grappig, dat jij wat rustiger bent in het gezin. Ja. En dat jij heel gek bent op computerspelletjes, op Minecraft. Ja. Vind jij heel erg leuk. En gek op filmpjes kijken en vloggen. Mensen die vloggen, daar kijk je ook naar, hè? Ja. Allerlei avonturen online, dat vind jij dan weer leuk om naar te kijken. Nou, ik heb begrepen dat Sergio is jouw vaste vriendje. Ja. En, maar ook Fleur is een nichtje waar je heel graag mee speelt. Ah, je hebt natuurlijk heel veel kinderen altijd om je heen, dus dat gaat allemaal goed. Straks gaan jullie me helpen, want Robin gaat de hamer slaan straks. Robin gaat de hamer slaan. En Milan en Jason die gaan de ringen brengen. Klopt dat? Ja. Nou, goed. Dan komen we nu to the point. Want we gaan het over jullie hebben, want het gaat om jullie vandaag. Ja, Dennis, geboren op 11 mei 1978, de Alphen aan de Rijn, als tweede kind in het gezin. Jouw broer Patrick was 3,5 toen jij kwam. En jij was, vertelde jezelf, een aanwezig mannetje. Gek op voetballen, gelukkig maar. En spelen met kinderen uit de buurt. En al snel had je vriendjes, buurjongetjes, waarmee je de straat onveilig maakte. Of met de hond wandelen, dat deed je ook veel. En die vriendschappen, daar ben je trouw in, die zijn gebleven. Want dat is ook weer Dennis, je noemt hem Hurk. En Michiel, en die zijn hier ook als getuigen aanwezig vandaag. Nou, school vond jij een noodzakelijk kwaad. Je had er niet veel zin in. En je zei ook 's morgens tegen je ouders dat je daar echt geen zin in had. En je moeder had een hele klus om jou naar school te krijgen. En uiteindelijk ben je toch naartoe gegaan, want ja, we zitten aan de leerplicht vast. En na de lagere school deed je netjes je MAVO, die maakte je netjes af. En daarna MTRO, toerismeopleiding. En na deze opleiding werken bij Avia Partners. En daar bracht je verloren bagage terug, of tenminste je zorgde dat het bij de mensen terugkwam. Hoe fijn is dat als je het weer terugkrijgt? En inmiddels werkt zij bij de KLM, waar je nu werkt in de aankomsthal bij de supervisor. Daar ben je supervisor en regelt, hè? Soort van. En regelt alles voor gestrande passagiers en gestrande bagage. Dat is even in het kort waar je nu staat. Altijd werk aan de winkel, zou ik zeggen. Maar even terug naar het jaar 97. Want dat is het jaar waarin jij een meisje leerde kennen. En die zit nu naast je. En daar ga ik het nu even over hebben. Sanne, geboren op 24 april 1977 te Bogota. En in Nederland gekomen op 12 december met je tweelingzusje Nelsie. En de band tussen jullie twee is natuurlijk heel close. En dat is niet zo verwonderlijk. Jullie kwamen samen aan en delen, ja, twee handjes op één buik. Een heerlijke jeugd, vertelde je. Een prachtige jeugd waar je op terug mag kijken. En nou, je hebt heel veel mooie dingen meegemaakt. Veel mogelijkheden gekregen. Veel buitenspelen. Voetbal stond centraal. Niet zo gek.
En zelf zaten jullie op hockey in Bennebroek. En dat hebben jullie een hele tijd gedaan. Nou, en school was niet alleen maar een feestje. Je had best wel faalangst en wilde zeker nooit voor de klas staan. En na de lagere school naar het Cornet. En dat ging niet echt lekker. Toen ben je naar de Gerrit Barth gegaan. Haalde je MAVO-diploma en ging naar de opleiding. En we hebben hem eerder voorbij horen komen. NTRO, toerisme. Nou, talen lagen je wel goed en je had een ontzettend leuke tijd. En toen je opleiding had voltooid, kon je aan het werk bij Pin High Golf Travel. En daar heb je het uitstekend naar je zin gehad, zei je. Je werkte in de back-office, hebt er 12 jaar gewerkt, dus dat is echt een hele steady tijd geweest, met veel plezier. Helaas hield de baan op en kwam je in 2013 thuis te zitten. Inmiddels had je man en kinderen en dat is dan weer een hele mooie gelegenheid om volop er voor de kinderen te zijn. Dus die hebben daar ook weer vast heel erg van genoten. Totdat je van Marielle, een vriendin van Chris, zoals ik het begrepen heb, te horen kreeg dat er werk was. Werk in een archief bij een notariskantoor. Notariskantoor Klerks. En daar zit je nu alweer inmiddels een hele tijd. Nu als receptioniste, ondersteunend werk. En enorm naar je zin. Dus het is allemaal wel goed gekomen uiteindelijk. Daar komt het op neer. Maar even terug, ook in jouw leven, naar het jaar 97. Want dat was het jaar dat je met Dennis dus verkering kreeg. Jullie zaten in dezelfde vriendengroep. En eigenlijk had jij nog een ander vriendje, maar je vond hem eigenlijk veel leuker. En dus werd het vriendje een beetje aan de kant gemoffeld. En stuurde je Dennis, die je had leren kennen op school, een Valentijnskaartje. Anoniem natuurlijk, want dat moet met Valentijn. En Dennis had geen idee waar die kaart vandaan kwam. En bovendien, kan je nagaan hoe populair, je had twee kaartjes gekregen. Ja, en dat is natuurlijk heel lastig. Dus nou, je hechtte er ook niet zo heel veel waarde aan van wie het afkwam. Jullie dachten, lap maar aan mijn laars. En nou, dan ja, tegen sommige mannen moet je wat duidelijker zijn. Maar de volgende kans kwam gelukkig ook voorbij. Jullie hadden allebei tickets gekocht voor Mysteryland. En daar kwamen jullie elkaar weer tegen. En dan moet ik toch wel lachen, want dan denk ik, van een verlegen meisje is het toch wel behoorlijk assertief geworden. Want je stapte gewoon op hem af met de woorden, ik vind je leuk en ik wil met je gaan. Hè? Zo, met die woorden. Nou, ik geloof dat Dennis het wel een goed idee vond. Dus die dag trokken jullie samen verder op. We hebben gefeest natuurlijk, heerlijk, Mysteryland. En die ochtend werd er, dames en heren, voor het eerst gezoend. Nou, en toen moeder Alice jou weer op kwam halen van het feest, toen was zij de eerste die hoorde dat je met Dennis gezoend had. Ja. Jullie zagen elkaar natuurlijk weer op school en belden elkaar heel erg veel. Ik geloof iedere avond na goede tijden, slechte tijden, dat de telefoon ging. Kortom, het werd wat en het ging nooit meer uit. Beide woonden jullie nog thuis, dus pendelden jullie heen en weer tussen Heemstede en Alphen aan de Rijn. En daar is een OV-jaarkaart dan ook weer heel handig voor, hè? Jullie hadden een geweldige tijd, gingen naar de bioscoop, bezochten gabberfeesten. Gabberfeest, want jullie waren gabber, begreep ik. En de eerste keer... De eerste keer echt samen weg was naar de Disneyland Parijs met vrienden. En daarna een heerlijke reis naar Egypte samen. Kortom, jullie leven had gewoon een geweldig verloop. En jullie groeiden steeds meer naar elkaar toe. En toen jullie beide klaar waren met de studie, beide een baan, toen werd het tijd voor de volgende stap. En dat was samenwonen in een maisonnette in Alphen aan de Rijn. En dat ging ook allemaal prima. Het kreeg een organisch verloop, want ook meedraaien in de huishouding, Dennis, heb ik begrepen, daar draai jij je hand niet voor om. De rolverdeling was goed en nou, jullie waren en zijn gelukkig. En nog veel gelukkiger werd Sanne toen Nelsie naast haar kwam wonen in Alphen aan de Rijn. Ja, twee lieve buurzusjes en jullie hadden een fantastische tijd. We kijken daar heel mooi op terug. En het geluk was met jullie, want op 20 juni 2005 werd jullie, dat moet ik goed zeggen, Robin geboren. En wat hebben jullie elkaar toen ook veel gesteund in die periode. Maar Alphen aan de Rijn was niet forever. Jullie verhuisden naar Heemstede, hetgeen vader Barry en moeder Alice denk ik ook niet vervelend vonden, dat ze toch weer wat dichterbij waren. Meer ruimte, dus ook meer ruimte voor het tweede kind. En jij moest best even
wennen, want Alphen aan de Rijn, daar lagen eigenlijk jouw roots en nu moest je naar Heemstede. Maar inmiddels ben je zover dat je niet meer terug zou willen. Hè? Dus het is allemaal, je bent geaard. Nou, en op 22 oktober 2008 maakte Milan jullie gezin compleet. En alle kinderen Joeks werden verzameld in Heemstede. Jullie wonen allemaal dicht bij elkaar en hebben het heel erg goed. Ik hoor dat daar echt een hele geweldige band is hier allemaal. Dat klinkt fantastisch. Nou, het trouwen, daar hadden jullie het ook wel eens over gehad. Maar iedere keer als jullie dachten, nou nu is het zover, nu gaan we dan misschien wel trouwen. Dan waren er weer andere dingen die jullie aandacht vroegen. Of er was op dat moment niet het geld voor. Nou, het werd steeds uitgesteld. En dat Sanne toch spontane acties heeft, dat hebben we natuurlijk al eerder gehoord in het verhaal. Dus deze keer stonden jullie in het gemeentehuis van Heemstede om je paspoort op te halen. En hebben gelijk maar even zo tussen neus en lippen door geïnformeerd hoe dat zit met die huwelijken eigenlijk. Nou, het klonk haalbaar en dus dan maar meteen in ondertrouw. En samen waren jullie het gelukkig heel erg over eens. Zin in een feestje. Nou, dat feestje is vandaag. En natuurlijk heb jij nog wel even netjes de hand gevraagd zoals dat traditioneel hoort, hè, aan vader Barry. Dat is allemaal ook toestemming voor gekregen. En vandaag is het dus zover. Na zoveel mooie jaren worden jullie vandaag dan officieel al man en vrouw. Maar voordat ik jullie het ja-woord vraag, ik heb jullie gevraagd om mij te schrijven waarom je nou op elkaar bent gevallen. Wat vind je mooi aan elkaar, wat vind je lief aan elkaar, maar ook wat vind je irritant aan elkaar. Want dat is, hè, anders krijg je zo'n roze wolk, dat moet wel een beetje realistisch zijn. Nou, dat is gelukt. Dus Sanne schrijft het volgende over Dennis. Dennis, zegt ze, Dennis is super lief voor mij. Misschien soms te lief. Hij staat altijd voor me klaar. Hij helpt me met alles. Onder andere het huishouden, waar veel mannen, maar niet veel mannen, dat ook doen. Zijn irritante eigenschap is dat hij heel eigenwijs is en graag het laatste woord wil hebben. En, zegt ze, hij praat heel hard. De buren dachten dat hij aan één oor doof was, omdat hij zo hard praat. En samen zijn jullie ook, wat jullie ook bindt, is dat jullie heel erg gek op reizen zijn. Dat is ook een heel mooie overeenkomst. Nou, dat was het voor jou. Jij kan weer ademhalen. Nou, Dennis zegt het volgende over Sanne. Sanne, zegt Dennis, Sanne heeft ontzettend veel humor. Ze is heel erg lief en ze is mijn steun en toeverlaat. Ze is echt mijn levenspartner en maatje waarmee ik alles kan delen. Ik kan onvoorwaardelijk op haar rekenen in moeilijke tijden. Ze is zorgzaam voor het hele gezin en zorgt ervoor dat we vaak leuke dingen doen en veel lol aan de dingen beleven. Zonder haar zou mijn leven niet compleet zijn. Natuurlijk heeft Sanne ook mindere trekjes. Als Sanne een huishoudelijke taak doet, dan wil ze graag dat ik meehelp. En dan kan ze het niet zo goed hebben als ik dan net even lekker zit. Dat is de andere kant, hè? En ook, zegt Dennis, en dat is iets wat, denk ik, ja, het klinkt niet geëmancipeerd wat ik nu zeg, maar ik denk dat veel mannen dat herkennen in deze zaal. Dennis is ontzettend blij dat de TomTom is uitgevonden. Want kaartlezen, dat levert er vroeger nog wel eens wat ruzietjes op. Nou, maar ik moet zeggen, dit was het. Ik vind het eigenlijk heel mooi. Ik vind dat jullie hele mooie dingen over elkaar hebben gezegd. En ik heb deze woorden die jullie aan mij geschreven hebben in een envelop gedaan. In een roze envelop. Dat geeft al een beetje de kleur aan, zoals ik het allemaal zie. En deze envelop, die mogen jullie weer openen. Ik heb hem officieel verzegeld op 22 april 2026. Dan zijn we 10 jaar verder. En dan zijn de kinderen, moet ik even denken, 20 en 17. Daar moet je nu nog niet aan denken, maar dat gaat harder dan je wil. En dan weet ik zeker, dan staan jullie weer voor hele andere uitdagingen. Dan is je gezin groot en nogmaals, dan is de wereld veranderd om je heen. Ik hoop één ding, en die wens spreek ik uit. Als jullie over 10 jaar de envelop openmaken en je kijkt nog eens wat je nu tegen elkaar gezegd hebt, dan hoop ik dat je tegen elkaar zegt,
Lieve schat, er is ontzettend veel veranderd om ons heen. Maar één ding niet, en dat is mijn liefde voor jou. Daar gaan we voor. Goed. Dank je wel. Jullie hebben ook getuigen meegenomen. En die heb je natuurlijk niet zomaar uitgekozen. Daar heb je goed over nagedacht. En dat begint bij Dennis. En dan moet ik zeggen, Dennis is wel... Dennis, Hurk. Ja, ik zeg maar Dennis gewoon, hè. Nou, je kwam al eerder in het verhaal voor. Voetballen, de hond uitlaten, vrienden voor het leven zijn jullie eigenlijk. En ik geloof dat weinig mensen weten dat je eigenlijk dus Dennis heet, want iedereen noemt jou dus Hurk. Wel zo praktisch met twee Dennissen, denk ik. Nou, jullie woonden dus in hetzelfde blok en hebben heel wat balletjes getrapt met elkaar. En ook samen naar de gabberfeesten, daar zat jij ook in dat blok, zeg maar. En Sammy vertelde dat je ook haar hele close vriend bent, want je bent een Feyenoord-fan. En samen hadden jullie een seizoenskaart en dat schept natuurlijk ook weer een band. Dennis en Sanne omschrijven jou als iemand die rustig is, ook een tikje verlegen, een keiharde werker, iemand die voor iedereen klaar staat. Een jongen met een goed hart, zei Dennis. En hij is heel erg blij dat jij vandaag getuige wil zijn. Dankjewel daarvoor. En dan Michiel. Michiel, nou, jij bent ook een buurtvriend van vroeger. En voor jou geldt alles, zei Dennis hetzelfde, behalve dat jij niet een hond had. Dus de hond uitlaten, dat was het. En de gabberfeest, die liet je ook lekker aan je voorbij gaan. Maar voor de rest ook echt hele goede maatjes en vrienden. En mooie herinneringen aan samen bioscoopjes doen, bowlen. En sinds Angelique daarbij is gekomen, is het de vriendschap alleen nog maar groter geworden. Een vaste vriendschap, en Dennis noemt je een allemansvriend. Iemand die heel sociaal is, heel veel mensen kent en iemand met een heel fijn karakter ook. Dus ook heel fijn dat je vandaag getuige wil zijn. En dan Nelsie. Ja, zei Sanne, Nelsie is mijn alles. Jullie zijn echt super close en delen elkaars verleden. En ze omschrijft jij als ontzettend lief, iemand die er altijd voor haar is. Jullie bellen iedere dag en zien elkaar ook iedere dag. En Dennis zei, ze is ook mijn beste vriendinnetje geworden. En dat is heel mooi om te horen, want als je zo close bent, dan voel je je als man nog wel eens daarnaast. Maar dat heeft hij dus niet. Want, zegt hij, ik ben ook met haar twee handen op één buik. Ze zijn allebei stapelgek op jou en ze noemen je zorgzaam, lief, soms wat onzeker, een super lieve moeder voor haar kinderen en een hele sterke vrouw. Dus ook fantastisch dat jij vandaag getuige wil zijn. En dan Erie, tante Erie, u bent de tante van Sanne en ze noemt u ook haar tweede moeder. Hele mooie herinneringen aan de vakanties vroeger samen. Sanne heeft heel veel met u gedeeld en aan u toevertrouwd en ze is heel gek op u. Tante Erie staat voor iedereen klaar, zei ze, en ze is een hele lieve tante. Ze is u ontzettend dankbaar. Ja. Dit zijn allemaal tranen van geluk, hoor, kinderen. Dat jullie niet denken, die mevrouw maakt iedereen aan het huilen. Ik mag ook aan vader Barry en moeder Alice mag ik bedanken vanaf deze plek voor alle mooie jaren. Alle support die jullie hebben gegeven. Sanne kijkt terug op een geweldige tijd en een prachtige jeugd. En daar zijn jullie verantwoordelijk voor. Dankjewel daarvoor. Chris. Je bent ceremoniemeester en een kei in het organiseren, vertelden ze me. Jij organiseert het leven aan elkaar, zo vertelden ze het. Je regelt alles en het komt gewoon goed. En volgens Dennis en Sanne heb je een duidelijke eigen mening. Er staat voor iedereen klaar. Ze kunnen op je vertrouwen, ze kunnen op je rekenen. En ook heel veel dank aan jou vandaag. Graag gedaan. Ik wil jullie vragen om even op te komen staan. Ik ga even.
Thank you.
gaat.